Noordwien. My Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Om Rob Friesland. Goeie, welkom bij Noordwien. Jude, we hebben mij één gast onder de tafel. Dat is een muzikant die al heel lang oeral op de verantwoordelijk spelen had. Ik had toen Jan van Alphen. Hij studeerde onder het Grenzen Conservatorium. En hij is intussen al bij een peer hier heel druk waren bij Soldaat van Oranje. Maar hij had mij een heel soort mensen spelen. Lisbeth List, Marco Bakker. Achter kijk nog wel even terug in. En hij houdt intussen ook nog les. Ik vind het fantastisch dat hij er is, want hij is altijd enthousiast. Een echte muzikant in hart en nieren. Jan? Zeker. Welkom. Dank je wel. Mooi. En leuk dat ik bij ze mag. Ik denk, als ik met Jan eens wil praten, dan mag ik eens met Jan praten. Want de beste, volgens mij, Boppa al een liefhebber, hè? Ja. Ja, dat beeld altijd. Altijd. En dat was nooit. Ik had één ding altijd in het achterhoofd van. Er moest nooit vergeten waar het om begonnen is. En ja, dat is liefhebberij. Zo ben we allemaal begonnen. Zo ben je al waarschijnlijk ik mij dit programma begonnen. Ja. Is dat belangrijk? Ik nou nog. Ja. Ja. Dat is het maar eens wekken. Dus ik denk van, ga ik wel zien hoor. Lol trappen. Dat veroordert, de manier waarop veroordert. Dat is net meer als toen ik 12 jaar oud was. En begon mijn bas spelen. Maar het is wel van, het is een oren energie. Van het moment, ik speel natuurlijk zij zo een keer in de wieken. En op het moment als mij die bas om mijn nek zit en de voorstelling begint. Ja, dan is wel even het puntje van de stoel. Altijd. Nog steeds? Nog steeds, ja. Ja. En helemaal bij Soldaat van Oranje. Want daar zit eigenlijk gewoon een popritmesectie. En we kennen wel... Nou, ik doe de boel net te kort als ik zeg, we kennen wel aardig knallen daar. en dat mat ik. Ik bedoel, het onderwerp is X4. En dramatisch bij tijd en wijlen. Dus dan mat ik mijn energie spelen worden. En dat is de enige manier om het echt zo lang vol te houden. En waar mij is het verhaal rucht aan dorst. Ja. Want hoeveel vaststellingen heb je nog niet? Ik denk, ik heb ze nooit, ik durf ze net te tellen, maar ik denk rond de 2500. Ongelooflijk, hè? Ja. 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 Praten we straks, wie het weinig hoort. Maar we beginnen vooral, ik heb nog die passie voor de bas. Wie het voor het eigenlijk de bas? Ja. Eigenlijk vol. Klik. Geen drumstel of ja. Gitaar? Nou, de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen. Ik hier een vriend, is nog steeds een vriend op de middelbare squallen. Gilbert Terpstra. En die hier een drumstel thuis. En die is nog steeds drummer, hè? Ja, ja, zeker, zeker, zeker. En ja, dus ja, op een gegeven moment weer de ekke jongen in de klas die hier een gitaar maken. En ja, ik moest en ik zou. Dus het werd maar bas. En hier ik een bas maken, maar één snaar en elementen van karton. Ja, geweldig. Dus ik maak mij dat ding aan de slag. En ja, van kwaad tot erger, zeg maar. Ja. Nou, dus Jos, wat er voor komt. Ja, ja. Jaren later en nog steeds muzikant. Ja. Ja. Mijn enorme cv. Nou, ik denk net of we hier alles bespreken kennen, maar we gingen aan in een vogelvlucht er toch even terug in. Maar in jeugd. Leeuwarden. Ja. Ja. Welke buurt? Oudloon. Eerst Bilgaard en letter Oudloon. Hoe is het er waarom? Ik heb een fantastische jeugd gewoon. Echt geweldig. Ik ben net een verwend jochie. Maar alle mogelijkheden had ik voor werken wou, dan kon ik alles doen. Dan werd ik echt wel stimuleren, Tom in Heid en Mem. En ja, ik ken alleen met heel veel plezier op Vromsje. Ik ben nog steeds heel erg close met mijn Heid en Mem. En ja, mijn spelen, dat, ja, vroeger was het eerst voetballen altijd natuurlijk, net als alle jonkjes. En toen die muziek kwam, ja, dat was wel even een omschakeling. Maar ik denk vooral voor mijn heid en mem, want ik op een gegeven moment hier kijk nog wel mijn bandjes, Mike Hilbert, op zolder repeteren. En dat weer natuurlijk, ja, net iedereen in de buurt zal staan te juichen. Maar of kwam van het plafond door iedereen. Ja. Maar het is wel het is wel de manier waarop zij, ja, ze hebben nooit wat in de weg zitten. Of zij, ik heb wel eens een gesprek gewoon met mijn heid. Ken ik me herinneren van, op een gegeven moment toen het echt wel serieus begon te worden. Toen, of ik het wel zeker wist. Nou ja, dat ik weer er net van oor te brengen. Dus, nee, maar dat wie meer, denk ik, de ouderlijke bezorgdheid. Precies. Dit is de wereldwest in de komst. Ja, ja, ja.
En er zitten natuurlijk een hoop haken en ogen aan. Maar ja, ik moest en ik zou. En ik heb er nooit geen spiet van aan. Wat is een beetje de soundtrack van die jeugd? Stiet er thuis de radio erom? Dat draaien je die ouders vooral platen of zo? Nou, mijn heid is een klassieke muziekliefhebber, een opera liefhebber. En dat ik neem iets gekskerend wel als mijn jeugdtrauma. Ja, het leuke is, haalt niet als Liet Jonkje hier met mijn naam naar het Concertgebouw bijvoorbeeld. En dat zijn wel mooie ervaringen voor zelfs. Maar ik hou alles mijn eigen pad vanaf dat ik, zolang als ik me kan herinneren, had ik mijn eigen weg zocht daarin. Net zozeer vanuit thuis. Ja, de radio stond wel on en alles. Maar een van mijn allereerste jeugdherinneringen. Dat we in Bilgaard, en dat is de happening van de Supremes, notabene. Oké. En ja, ik ben ook een ontzettende Motown-freak. Daar ben ik gek op. En misschien komt het daar terug, ik weet het net. Ja. En Gilbert Terpstra, nou, we nemen hem al even. Ik ben steeds drummer trouwens. Ja. Ja. Je misschien vaak in hetzelfde band? Mijn eerste band, dat was mijn Gilbert. Ja. En mijn eerste 12 bands, eerst 12 treien bands, denk ik. Ja. De allereerste, en ik ga later nog mijn Gilbert, Anne Verdema en Henk Gubbels en Anton Hofstede in Oppenheimer Offbeat, wie dat band zit. Daar hebben we dan een beetje lokale bekendheid, mij zeg maar. En toen begon het wel wat serieuzer te worden voor mij. Want ik kan in die periode echt Boy Brastowski zien. Dat neem ik nog steeds mijn muzikale heid. En die leerde die zingen? Ja, dat wie een beroepsmuzikant en ik weer Yves Sontjen. En ik had daar zo'n soort van leerd. En die nam je een beetje onder zijn vleugels, zeg maar. Dus ik ging, nou, dat ging mij tussen aanhalingstekens de Grutte Jongens voort. En dat wie wel een hele belevenis. Ja, dat zeg ik wel biop eigenlijk. Dat enorm. Ja, enorm. Enorm. Ja, ja, want dat wie de mannen die hier alles aan mij maken in mijn eigen. Hier is les? Ik hier les. Ik bij Frans Pan, die helaas verstoren is. En daar hier, dat was een fantastische, voor mij weer dat een fantastische leraar. En helemaal toen ik naar het conservatorium woel, dan kwam ik om Jelwe Twaar kwam ik bij Frans. En dan hier ik les, zou ik een oere les gaan. Alleen nog heel vaak ging ik pas om Jelwe Seijs en David Ford. En omdat hij zelf echt heel erg bevlogen wie erin. En ik zeg dat ik er verder mee wil. En dat ik direct voor werkje wil. Dus ja, dat was een mooie periode, zeg maar. Ja, bevlogen mensen. Ja, bevlogen mensen, ja. Ja. En die komst. Ja, dat zit echt wel een beetje in het vak. Want oors dan dorst dit net. Het is of die een passie. En. Of ja, anders dan houdt het net vol. Nee, dan sneuvelst in alle schema's. Precies, en ja, noem maar op. Thuis komen en neem het alleen maar op. Ja, ja. Ja. Wie hebben er mee Marvin Gaye? Ja, What's Going On? Fantastisch noemer, wereldsnoemer, wat een zanger. Klassieker. Ja, loftrompet en een en al. Maar, ja. Maar doe kies voor dit noemer, waarom? Los even van de kwaliteit van het noemer. Kwaliteit, nou, drie dingen. Kwaliteit van het noemer, maatschappelijk. Is het leven we nou echt weer in een tijd waarin ja, dat dit helemaal niet misplaatst is. En een van de meest iconische, legendarische baslijnen die er in mijn eigen besteedt. En dat was de ongekroonde koning van de Motown, James Jameson. En die woorden ze bijna net de studio uitletten. Die had zo volle hits, zo ontiegelijk volle hits inspelen. En dit is er een van. En hier zit nog een saillant detail bij. Een verhaal is dat hier een slok op. En ze moesten hem uit de kroeg halen om dit in te spelen. Maar hij kon hem erop zien. Hij kon hem recht zitten op die ogen. Dus is hij op de vloer gaan liggen. En had hij dit inspelen. Zo. Ja. 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 En nog steeds is het fantastisch. Wat is dat? De touch? De hoe lang is de Noord Oren hoort? Wat is het? Of de combinatie? Combinatie, hoe een lijn zich ritmisch beweegt. Of dat die heel statisch is. Of dat die juist meer vloeit. En hoe dat onder de zang zit. Dat op een combinatie van dingen. En ook hoe lang is de Noord Oren hoort? Of hoe kwart? En dat ken een hele soort verschil uit, meid. Ja. Ja, en hoe hutslast die in oren dat, hebben. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
Dat ben heel, er zijn een hele soort facetten die... Is dat een beetje de heilige graal van het basspelen? Ja, voor mij wel. Ja. De combinatie van die dingen. Ik doe ook een soort studiowerk bij Vlagen. En dan... dat ken ik nou, tegenwoordig ken ik dat vanuit huis doen. Maar soms zeg ik dan, als het naar de studio is, dan neem ik voor jou of zij is bas aan mij. Want ik vind het juist leuk om dingen in te kleuren op een manier van, nou ja, soms dan door mijn mensen te praten. Van wat worst dan? Dan ontdekst van, oh, die zit een beetje daar en die zit een beetje daar. Nou ja, dan worst in gereedschap, worst paraat haast, zeg maar. En het is nog steeds net onder kant scoot met alle digitalisering. Hè? De kistje wordt ongelooflijk vol met de soft synths, nemen we dat dan. Ja. En er zitten fantastische basprogramma's bij. Absoluut, absoluut. Maar nog steeds echte mensen, echte vingers, een echte bas. Ja. Boven alles nog steeds? Ja, voor mij wel. Er is echt plak voor een synthbas, dat vind ik echt geweldig. Maar ze zullen nooit in staat wezen om een mens... Ja, ze kunnen mensen klonen misschien wel. Maar om de heartbeat, zeg maar, om dat in een doosje te pakken. Ja. En dat moet ik net. Naar mijn idee. Nee, dan ga ik geen gas meer roer. Waar maakt dat nee, dan niet. Maar toen muziek ha. Ja. En cultuur in dit programma. Goed, muziek, daar draait het ook zeker om. De horrorvraag is natuurlijk dat je onder de gast vreeg. Je worst een aantal platen uit zieken. Ja, de meeste mensen die jongens komen, die zoen me, denk ik, zonder probleem 400 platen worden. Ja, op zijn minst. En dan bloedt het bij vijf. Maar wel een hele mooie in dit geval. Want dit is Joni Mitchell. I met a friend of spirit. Joni Mitchell en Refuge of the Roads. Onvregen of onvregen. Ik vreeg ze dan om mij een lesje te komen. Ik het dan heel voorzichtig zissen. In dit geval toch Jan van Alden. Fantastische bassist, al heel lang muzikant. En mijn heel soort meestal op een paard west. Ik zou haar zissen met Joni Mitchell, maar met de Frieske Joni Mitchell. Mijn ene stemmen, ja. Ja, ja, ja. Prachtig programma trouwens. Schitterend programma om te doen. En ja, als er één dat repertoire goed jongen kennen is en mooi jongen kennen is het Ines. En dat neem ik mijn petje wel voor ooit, hè, want dat doet ze fantastisch. Ja. Er zit bij een hele grote productie, daar zit ik mijn hele grote artiesten al spelen. Dan belt in je van zo'n relatief wat liedser Friesk project. Daar ben je altijd nog van te porn. Ja, ja. Ik, dat eindelijk... ik helemaal uit nieuw fan heb komen, dus ja. Een eindreizig hier. Ja, maar het is gewoon belangrijk om, we hebben het eerder oor hier, van het is belangrijk om net te vieren west bijkomst in de eerste plak en waar het onbegonnen is al hier. En dat is de leefde voor het spielen, voor muziek. En natuurlijk dat verskoot, omdat het nou die werk is. En komen er orenbelangen erbij. Maar dan moest altijd de liedse band in die zelfs bewaken, vind ik. Ja, ja. En daar had dit alles mij van doen. En het is een prachtig project om te doen. Ik ben fantastisch mooie sticker, mooi vertaald. En ja, dat doe ik mij een hele soort plezier. Ja. En dan is het reizig in... Nee, ja, dat je het erbij en dan dat krijg je erbij cadeau als muzikant bent. Dat is sowieso al kilometers maken, hè? Ja, hou maar op. ik heb nog een jaar had ik lesjouwen in Heerlen, in Zuid-Limburg. Hoe ver wil je het hebben? En dat wie drie dagen in de week en zes of zo'n shows in de week en dan vaak ik nog een toertje erbij. Ik heb echt weken hoort dat mijn gemiddelde kilometers in de week wie 2000. En dat is net één keer geweest, maar dat wie een hele skoft weer dat. Ja. Maar dat best nog in de 50. Had je ooit een periode gewoon, dan denk je van, wat ben ik mee bezig? Te drok, te volle. Ja, je krijgt af en toe wel eens het bord op de neus, zeg maar. We moeten al die lessen eens een keer leren. Ja, ja, ja. En ik hield er van de week nog mij in hoor. Je maakt echt al je de fout om te volle te doen. Want een muzikant zei nooit nee, tegen een gig. Dat zit net in ons woordenboek. Nee. Alleen dat moest leren, want op een gegeven moment is het... dan zit die emmertje echt vol en dan zit er maar 24 uur in een dag. En net meer. Nee. Nee, en dan ben ik nog heid. En dan ben ik nog heid en dat is mijn alles. Ja. En maar ja, het moet al hier wel te combineren wezen. Ja. Ja. Conservatorium, wie dat vandaag... De stap naar de professionaliteit is nog steeds haast? Nee, dat wie eigenlijk al eerder. En conservatorium had mij een hele goede setjaan daarin. En dat wie eigenlijk een beetje, nou eerder net, dat wie eigenlijk een beetje liek op.
Want ik kwam in die tijd kwam ik bij toen nog Douwe Heringa te spelen. Met Peter van der Zwagen en Hubert Heringa. En die ben ik, ja, de kost al hier, toch die loopbaan kost een soort mensen in die heel belangrijk binnen. En dat weer Peter en Hubert ek. En Hubert, daar speel ik ze nou en dan ek nog, daar hak ik dan wel eens een projectje mee, zeg maar. Dus en dat geeft nooit meer voort. Nee, Hubert had op een gekke manier een beetje dezelfde carrière als Dijon. De provincie, de grote producties vaak. Ja, maar Hubert zit wat mij betreft op eenzame hechte. Daar is in heel Nederland is er net een betere muzikant in mijn eigen dan Hubert. Ja, hè? Ja, absoluut. Okay. Mijn afstand. Ja, ja. Maar daarvoor dus al, dus dat conservatorium, wie eigenlijk logisch... Ja. Gevolg op West al inziest dus. Ja, ik wil meer. Ik moest en ik zou goed worden. En ik wil meer weten van hoe alles werkt en harmonisch en ritmisch en noem maar op. En ik wil gewoon een goede bassist worden. Ja. De beste die ik kon wezen. En dat wil ik eigenlijk nog steeds. Dus het is net zo volle voor oren. wat voor wereld gaat er vrije als er een conservatoriumbinder is? Want dat is wat oors dan een muziekskwal, hè? Ja, dat is heel wat oors. Het is een muziekskwal, maar... Ja, maar er worden wel hege eisen gesteld. Heftig en pittig. Nou ja, het verschilt op de manier wer assist. Ik ben in Ljouwert begonnen. Dat ging dat fuseerde mij Grains op een gegeven moment. En ik hier geluk mijn docent, die weer heel breed oriënteert. Dus het weer net alleen nog maar jazz, maar die kwam ik mij allemaal Motown stukken en alles. En daar heb ik een soort van leerd. En ik goed muziek lezen. En ja, een hoop mensen die er is een tijd lang is er dan zei van ja, dan dat geeft de kosten van die gevoel van muziek. Maar dat is de klinkklare onzin. Ik hier. Ik denk 90% van mijn werk net dwang kennen had ik net goed muziek lezen koe. Dus het is, in mijn eigen is het een boterbriefje, een boodschappenbriefje, vierte boternet of het wasmiddel of zo. Ja, maar jouwt die wel de basis. Dus. Jouwt die een basis, maar soms dan als een soort invalwerk dost, dan haast weinig voorbereidingstijd of een hele soort stukken binnen korte tijd spieliemand. Dan had weinig voorbereidingstijd, dus ik kerst net alles onthouden. En dan is dat gewoon makkelijk, dat is dat kerst. Ja. Want een deel van die werk, dus is nu behoorlijk lang en behoorlijk fast bij bijvoorbeeld zo'n musical. Soldaten Oranje. Nou, ik neem er alleen wat namen. Sister Sledgehammer met spelen, Maarten van Roosendaal, Lisbeth List, Marco Bakker. Nou, dat prachtig mooi lijstje. Wat voor klussen meen dat? Ben dat klussen, doe pak 10 nummers, stuur de eerst in, door 10 ding en dan geest wel? Of ben je ook echt... onderdeel van dat soort shows ik echt wijs. Nou, de best bij een soort van die mensen... Een huurling. Huurling, ja. Ja. En dat vind ik echt mooi om te dwangen. Ja, maar het is wel een hele orde bond. Als het hier is, we spreken met Gilbert in de band. Ja. Als je nou een nummer schreeuwen. Of bij Kajak, dat ik gewoon wel een bandlid. Ja. En, dat wil wij dus. Dat bij Kajak wil, ja. 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 Maar bij, er zit een enorm verschil in. Er zit een heel groot verschil in. Maar bij, en dat namens Maarten van Roos en Lisbeth List. Ja, dat wie incidentele dingen. En hartstikke leuk. Ja, nee, tuurlijk. Maar ik bij. Dat is heel een orde beleving. Dat is een heel orde beleving. Maar beide moesten hetzelfde doen. Want we moesten kroepen in het stik wat iemand zongt. En dan moest dat ondersteunen. En dat kan. Aan de ene kant kan het inhouden dat de hele boel noten spielst, of de dost helemaal niks. En zo groot kan het verschil wijzen. Want soms haak ik secties in stikken dat ik denk, nou ja, misschien moet ik helemaal niks dan hier. Ja. Dat ken ik. En dat kan misschien ook wel het ei van Columbus wezen op dat moment. Ja, well, dat jouwt ik de spanning natuurlijk. Hè? Ja, dat beeld ik. Ja. Want, maar als je zo naar de muziek van de Soldaat van Oranje, dat laai je al heel kleur vast naar een meiskreun. Nee, we hadden net aan meiskreun. Soldaat van Oranje, wie wat oors, want wij hier wel op bepaalde, op de bas, de drum, gitaar en de pianoplek, hierden wij en nog steeds heel veel vrijheid om het nou zelf toe te lutsen. Ja, want in de basis zeg ik de filmmuziek of is het totaal orenmuziek? Het is totaal orenmuziek. Het thema zit er heel slinks, zit dat er telkens wel in. Ja, er wordt even een beltje. Ja. En ek in de voorstelling en ek in een peer compositie komt dat weer om.
Wat ik een heel krachtig thema is. En dat iedereen in Nederland van uw generatie is, maar die werd onmiddellijk waar dat van komt. Ja. Dat kist ik wel dromen tegen. Nee. Ik ken het wel. Ja, ik werd net niet eens meer. Wie mijn map is, dat weet ik niet meer. Nee, ik hoef dat niet meer te lezen. Nee. Ben je bang dat de routine dan soms echt cynisch wordt? Dat ken. En dat gevaar is heel goed, maar de best een fanatieke basis. Ik denk de scherpte is er wel. De scherpte is er al meer dan 2400 voorstellen. Ja, de hast altijd hast. Dat gevaar leidt er altijd bij zo'n hoge frequentie van spelen. Ja. En de kunst is, en dat hebben we bij soldaten hebben we dat heel goed voor elkaar om daarvoor te waken. Elkaar scherp horen. Elkaar scherp te horen. En het als zo'n lange periode mij een harde kern, een verste kern van mensen spielest, ja, dan kerst bij wie ze van spreken, kerst al weten wat voor jongen het wordt zodra het iemand de auto uitstapt. Sofie gaat het. Want hoe groot is dat, hè? We zijn inclusief dirigent, mijn tierman. Ja. Nou, het is net heel liets, maar ook net heel groot. Nee. Mooi behapbaar. Ja. Ja, en de muziek is over het algemeen vrij rock-oriënteerd. Dus dat is de kerst eigenlijk wel een hoop energie inlezen. Ja, je valt naar de sleep. Nee, net echt. En anders krijg ik wel stok naar mijn hoofd. Ja, maar je zit wel in een soort bak, hè? We zitten in een afgesloten ruimte. Old school. Ja, goed. Ja. Goed, we gaan weer naar je muziek. Grappig, gewoon. Maar staan maar even uit lezen. King Crimson, een Elephant Dog. Ja. King Crimson, het nummer Elephant Talk. Gewoon even een liedje tekstfragmentje. Hè? Babble, burble, banter, bigger, bigger, brouhaha, balderush, ballyhoo. Maar worden we redelijk friekerig, ja, vooral. Dat kist wel zissen, ja. Het ging me net om de tekst, hè? Jan komt met dit nummer prachtig, ja. Maar beetje muzikantenmuziek. Ja. Breekjes. Ja. En gloeien, experimenteren. En ja, ik kwam hierop. Ik ben hiermee in aanraking komen toch mijn muziekmaatje van vroeger, Henk Gubbels. Die we hier helemaal gek van. En die had mij ermee infecteerd. En er zit nog nooit meer aankomen. Ik ben er nooit meer aankomen. Nee, gelukkig net. Maar er zit echt voor mij een bijzondere wending in. Van de baspartijen hier wordt spelen op een Chapman stick. En ik wie al een beetje geïnteresseerd. En ik hield als van Jet, ik hield als op een fotostation. En ik wie best wel onder indruk van het instrument. Maar het is een heel oor ding. En pas hier een letter, had ik er zelf in kocht. En dat had voor mij echt weer een hele wraad iepen. Want het bij mij op de een of andere manier moet het altijd mal. En dus ik ben op een gegeven moment, lang verhaal kwart. Ik ben op een gegeven moment op de Bonnefoy naar Los Angeles vlogen. En ik ga bijna letterlijk onbeeld bij de uitvinder van het instrument, bij Emmett Chapman. En ik ben bevriend geraakt met Emmett en zijn vrouw. En in die periode kwam ik, hij had me ik voorstellen aan Greg Howard, waar ik uiteindelijk een band mee krijgen zo. En in 3 keer in Amerika toert haar. En een hele soort, en echt een hele hechte friendship aan mijn kriegen haar. En Greg die had een beetje bekendheid kregen toch dat er op twee albums van de Dave Matthews Band mij speelt. Dus we hebben een keer een concert bezocht en backstage en allemaal dat soort dingen van de Dave Matthews Band. Dus dat kwam allemaal uit een liedsplak, Charlottesville, Virginia. Wat vergelijkbaar is met het Jouwert waarin ik opgroeid ben. Wat nog een provinciestad wie is, zeg maar. En mij een hele levendige muziek zien. En ik ga spelen met Greg in de tent waar Dave Matthews begonnen is en waar ik als barkeeper nog werken had. En ja, dat was wel heel bijzonder, want ik kon die hele band net. Want dat wie in Europa wie dat helemaal nog net bekend. En ik wie in 1898 wie ik voor het eerst in Amerika. En ja, kist dat net? Nee, dat is bij jou helemaal nog net aan de hand. Maar
Nou, ik ben wel fan van in de tussentijd daarvan. Die Amerikaanse periode, de beste net hing je bleun daar. Toen ik het Walhalla van de muziek, leer eerlijk ben. Ja, ja. Waar hing je toen Nederland of? Ik zie toen bij. Is het moeiteloos? Daar bleef ik in. Dat, nou ja, dat is als muzikant is dat net zo makkelijk. Dat krijg je net zomaar als zij dus van. Zij heb hem dat in die band zie je? Nee, dat wie heel kleinschalig. Dat wie net een beroemde band of zo. Maar Greg die hier een beetje namen, omdat hij bij Dave Matthews spelen had. Maar op zijn ogen niet. Nee. Wij spelen al hier een liedje clubkes. En dat wie hartstikke mooi, wie machtig. En een van de hoogtepunten is ik. Er is een hele grote muziekbeurs in Amerika, in Los Angeles, de NAMM Show. Nou ja, we hadden daar spelen, Mike Greg. En ja, de halve vrouw, alles wat voorstelt, dat de half Toto liep daar rond en noem maar op. En ja, dat is dus als jonkje Udjouwert. Nou, toen hing ik me even achter de oren krap van, is dit nou een droom of is dit echt weer? Ja. Maar haast ooit droomt om wereldwijd. Ja, dat is altijd wel. Hotel in, hotel uit, zaal in, zaal uit. Ja, dat is altijd. Dat heb me altijd wel aangetrokken. Ja. En nog, want het is natuurlijk een soort van jongensboek. En dat beeld het ek. Ja. En ik had er wel een soort van mij maken. Op een oren manier. En dat is, dat is hoe het rint. En dat is prima. Ja. Maar ik wil wel lekker om hier in Nederland bij een feste organisatie. Nou ja. Wat er zitten is. Zoals een Soldaat van Oranje bijvoorbeeld. Ja, maar het gebeurt nog wel eens. Ja. Maar incidenteel dan? Incidenteel. Nou ja, ik had een skovelien. Dat is al wel een periferie. Word ik op een torsie te joen. Kwartier voor achten, ik zie al bij soldaat kwartier voor achten bellen van Kistou dit weekend in Wenen wezen om Fjouwer Show's Cats te spelen. Nou ja, lang verhaal kort, ja, cool. Okay, yeah. En maar ja, dat is een hartstikke lastige show. Dat is een verschrikkelijk moeilijke show om te spelen. Dus ik ga s'nachts bij thuiskomen ga ik nog studeren. Dus twee nachten van, ik denk 3 uur sliep. En toen Fjouwer Show's. In Wenen. In dat hele voorbereidingstraject had je dan nooit zoiets van, oh god, dat ga ik nou weer op zijn. Ja, ja dus soms had dat wel eens, ja. Ja, dat nou, vind ik vrij normaal. Ja. Ja. Maar dan is het wel met terug en dan zit dus in Wenen. Ja, ja. Ja, ja en dat wie echt geweldig. Ja. Dat een goede band en ja, een Duitse productiemaatschappij die zorgen over het algemeen heel goed voor muzikanten. En Sami Letter had ze me nog rondvregen in Stuttgart voor een week. Dat had ik toen ook nog niet in. Ja. Dus dat soort dingen gebeurt nog wel eens incidenteel. Maar dat ben ik wel adrenaline kicks, denk ik. Of absoluut, want het is, het is niemand die kent. Nee. Dus en ja, dat was net slecht van. Dus een Cats in Wenen, daar moet je wel een bepaalde kwaliteit voor hebben. Ja, lijkt mij. Ja, ja dat, en dat zie je een hele strenge dirigent. Een Israëlische jongen, fantastische muzikant. En die wil heel erg op detail. Ja, okay. En die kon ik onsje met van die prima negen van ops, ja, dat. Ja, dat. Maar dat vind ik wel mooi, want dat houdt hij scherp. The Stone, Dave Matthews Band. Het is die op het lijstje van Jan van Alphen, muzikant, bassist is ik er voor maar even bij. Juwet te gast. Boetelon, Binnenlon, Oerl had hij wel spelen met hele grote artiesten. En al een periode verboen om die musical Soldaat van Oranje. Ja, Dave Matthews, doe vertel eens al een beetje Amerika, ja. De link. Ja, ja. En dat had toch een hele. In Amerika een beetje niche dit. Nou ja, ze wien op een gegeven moment, voordat ze hier bekend wien. Namen we het nu uiteindelijk, hè? Ja, ja. Maar dat wie. Wat voor de liefhebbers? Ze zijn heel groot, hè. Ze zijn groter dan de Stones. En, of tenminste een periode. Maar dat is echt een van de eerste bands die bij het ontstaan van, bij het grutter worden van het internet. Zijn had toen spelen ze nog een hele soort op universiteitscampus en alles. Neem alles maar op en zet alles maar online. Wat een hele hoop bands net wollen. Hierin zei, krek de oren kant uit van, neem alles maar op en hoor me zoveel mogelijk online. Dus zij kregen heel snel al een hele grote following onder hun studenten. En in de tijd dat ik voor het eerst dat ik naar Amerika ging, die periode, ja, toen waren het al stadions.
Ik ben een keer mei geweest naar een concert en toen zei Carter de drummer, ja, dat is een liedje, dat waren wie maar 8000 man. En vanaf morgen stien we nog een mannen in arenas. En dat wie hun, dat wie dagelijks kost voor hun. Ja. Terwijl dat hier in Europa, Nederland. Pas veel letter. Ik had de laatste keer hackstation in wat nou AFA ziet. En dat wie ik uitverkocht, hè? Ja. Dus het is in Europa letter op gang komen. Letter op gang komen. Ja, ja, ja. Maar het is een fantastische live band. Ja. Echt geweldig. Open mond. Ja, ja, ja. Gewoon als collectief. Wat haast dan meer op stutsen in Amerika? Gaan we een oren wereld verdiepen? Ja. Is het een hele oren wereld? Het is natuurlijk een all-on, maar... Veel hudder. Het is... ik had een soort leerd van... qua mentaliteit. Van het is... en dat hier wel... Dat is wel voor oren hier. Maar het is volle meer do or die. Wij spelen met Greg in Lietse clubjes. En ja, dan moesten ze vaak zijzuren rieden voordat bij de volgende stad weer. Dus het is veel grutter. En al die bands waar we mee spelen hadden hier echt een oermin-like mentaliteit. En om dat te oerlibben als muzikant was dat haar. En dat, daar heb ik een soort van leerd van Greg hoe die dingen aanpakte. Want ja, morgens vroeg opzien, netwerken en gigs krijgen of promo's versturen. En dat is bij of misschien bij mij wel, maar hier had ik het idee veel letter op gang komen pas op die manier. En het had ik te maatje, denk ik, mij de sociale voorzieningen. Want in Amerika, als het geen werk has, ja, dan gist down the drain. Ja, krijg je voedselbonnen ook. En dan is het. En dat zit, terwijl hier natuurlijk, er is altijd een sociaal vangnet geweest. En maar. Bedoel, en dat is hartstikke goed, want ja, vergis die net, want dat was net zoals daar. Maar ja, dat had wel tot gevolg gewoon dat al, ja, neem al die grote Amerikaanse muzikanten en bands maar op, die stem voor iets. En het is echt do or die. Bist een oren muzikant of een oren mens? Het heeft me wel, rijpt, zeg maar. Het had me wel het kinderlijke gong er wat over. Want ik werd me steeds meer bewust van... Oké, terugzetten. Want er komt altijd wel op een punt van... Ja, dat denkt van... Is het allemaal nog wel de moeite waard? Of daar had me dan al naar vregen. Ja, dat komt altijd wel een keer. Dat had ik, denk ik, in elk beroep. En ik in een beroep mijn passie. En ken ik het nog wel? En mat ik net wat oors? Of ja, en dan gebeurt er altijd op dat moment weer iets. Ja, nee, ho. Dit is wat ik doe en hier ben ik voor geboren. Precies, je geeft het om. Ja, ja. Dat moment. En dat zal iets ondefinieerbaars misschien wel zijn. Ja, nou ja, ik zou doodongelukkig zijn. Ik had het met doen dwank en dan wil ik een soort kastplantje, bing bang. Had die bas nog mysteries voor mij? Is het nog steeds een instrument dat stinkt van... Nou, ik ga hem van 94%, maar ja, ik ben er nog net. Nou, dat leest elke dag. Of is dit romantisch geneuzel voor mij? Nee, helemaal niet. Nee, de bist er nooit. Nee. De bist er nooit. Het is altijd iets wat verderop leidt als het best bist. En dat zit hem soms... En dat is een mooie van... bij die soldaat... Is de gist heel erg op de vierkante millimeter zitten van... De kist aan wat ik zo krek al zijn van de kist aan iemand Jen van hoe die de auto uitstapt, wat voor jongen het wordt. Ja. En dat zit zo dan, ja, daar is bepaalde combinaties van. We hebben een vrij grote pool en oh, die zitten vandaar, die zitten hier, dus oh, wacht even dan, ja, en dat zit hele kleine details en dan moest af en toe een jongen echt weer veroveren. En dat is mooi, want dat komt er wat strijd bij om een hoek. Waar de baas trouwens in zijn orkest, is dat de ritmesectie nog steeds drum bas? We gaan een dirigent die de knopen toch hakt. Ja, correct. En maar alles dat en dat verschilt. Als jongen, dat verschilt heel erg per productie. Maar bij soldaten is dat wel de ritmesectie, ja. Ja, heel duidelijk. Ja. Ja. Ja, het is per act en per optreden misschien ook wel verschillend. Per productie is dat heel verschillend, ja. Ja. Ik ga Tarzan hak die in dat wie act dat heel erg ritmesectie oriënteert. Dat was Kreun, toch Phil Collins. En ja, dat dreef ik wel op ritmesectie. En, maar binnen orenproductie, ja, dan is dat minder belangrijk. In de kleinkunst, wie dat minder belangrijk? Ik had bij Jenny Arian spelen ik een seizoen en Fjouwer hier bij Robert Long.
Ja, dan wie het een beetje meer ondergeschikt dan wie het woord, de tekst. Ja. Wie volle belangrijker? Ja, want ik haal hier een cel. Ik zit op televisie, ik ging naar het theater en zoek zo'n cabaret vast. Ja, en, ja. En al hier heb ik zoiets van: hoe zou een muzikant dat nou beleven? Want de meisje is soms. Ik kijk een beetje Joop van Hek, die door twee noemertjes. Ja. En dan gaan ze een muzikaal nou, en komt. Ja. En dan gaan we weer verder. Klopt. Ben dat van Jan voor een muzikant? Vreeg ik mij al hier nou. Want ze is daar heel te dutten? Of dat, is het een moedje? Dat gevaar leidt op de hoek. Ja. Nee, ik probeer net iets te maar het gevoel, ik zeg, hoe is dat als muzikant? Dan moest dat een hele andere spelen, of juist net? Nou, het is het verdelen van energie. Dat is heel oors als mij een band een set spelen is, ja. Van een oeren. Of, nou, of bijvoorbeeld. Want, oké, net zoals nou, of bij een cabaretier, daar hast liedje, scène, liedje. Ja. En elke keer als dat liedje komt, als er weer een nieuw verske komt, dan moet het toch wel wezen. Nou, in het theater juist ook alles. Ik bedoel, in een club. Ja, nee, dan kan je wel wat sjoemelen. Ja, precies. En vooral als er net lekker niet zit, denk ik, nou, dat zal wel. Maar het theater is onverbiddelijk. Het is eigenlijk recht in your face. Ja, ja. Mijn zwijgende zaal. Mijn zwijgende zaal, ja. Ja, ja. Ja. Wie doet mijn voordeel, dat is bij Robert Long of bijvoorbeeld Jenny Arjen. Daar zit redelijk wat zang in, hè? Heb ik het die vast heb. Ja, ja, zeker. Als een cabaretier, nou, ik neem een Joep van het Hek, dan is het volle minder wet te waan. Bij Robert en bij Jenny, dat wie liedjesprogramma's, wel mijn sketches en mijn conferences erbij. Wat meer druk. Dat wie zeker wel, ja. En ik hartstikke leuk om te doen. En voor mij, dat had me ook wel voor een deel op de kaart zetten, denk ik. Ja. En 10 jaar kajak. Dat kan daarna. Ik weet nog goed van toen ik voor Kajak vregen werd. Hoe ben je te longen kan? Eigenlijk toch door Mark de Bruin. Die ik al een hele skof ken vanaf de middelbare school. Concertorganisator. Concertorganisator, boeker. En die optie Marks, die belde mij op. Prachtig, vind ik nog steeds prachtig mooi. Van, ja, hey Jan, maar Mark, hast al belangstelling om auditie te doen voor Kajak? Jawel. Ja. Oké, nou, dan jest het vol en oors drinken we weer eens een biertje. Oei! Ja, ja, ik hou daar wel van. Ja, jij kent hem, ik jet hem precies. Ja, dat is heel, ja. Maar hoe doet dan een auditie? Nou, bij Kajak, dan komt alles mis wat er maar mis komt. Wat er maar mis. Een classic story? Echt een classic story. Ik hier mailcontact met Ton Scherpenzeel. Ja, de man eigenlijk. De man. En die vroegen mij om een cv toen, wat ik zo'n beetje DNA. Ja, hij zei, het is wel een hele soort cabaret was DNA. En wij jet een maatje maar van dik hout zaagt men drummers. Wie de letterlijke tekst. En oorpraten voor een auditie. En ik zou sticker krijgen om in te studeren. En dat kwam maar net. En de tijd begon een beetje te dringen voor hun, want ze zien hem voor een tour. Het is allemaal net slagen. En, dus ik ben eigenlijk onvoorbereid daarheen gegaan. Maar wel, of toen moest ik nog auditie? Toen moest ik nog auditie doen. En ik hier niks. En ik ben net een kajakfan of zo van tevoren. Dat, ik heb hier wel van Jet. Ja, maar ik hoef net alle LP's door. Nee. En dus dat, eigenlijk op de meest eerlijke manier, in de blote kont eigenlijk, dus het eerst muzikaal bezoen. Ja. En dan auditie doen voor Ton Scherpenzeel en Pim Koopman toen nog. Ja. En dat was prachtig. Ja, Ton Scherpenzeel, ook cabaretsprits en de muziekmonnik van Joep. Ja. Nou, ja. Een cirkeltje beroemd. Fantastische muzikant. Ja. Ja, zeker. Mooie titel. Ik heb een prachtige titel bij Kajak. Bij zo'n band. Dus zei ze dat, daar ben ik echt bandlid van, hè? Ja, Ton is Kajak. Dat staat buiten kijf. Ja, hast dan nog wat ruimte, wat marge? Nou, dat wie wel mooi. Ik hier echt zo in hol. Ik wie aannam bij Kajak. Eerst voor een tour, dus min of meer nog als huurling. En ik denk, nou kom ik bij de Symfo-jongens terecht. Dus nou, geet elke noot die geet onder een vergrootglas. En dat wordt uitmeet. Maar dus ik op een gegeven moment denk, nou eens even zien wat ik flikker ken. Even zien, hier wat, daar wat. En degene die dat als eerste altijd in de smiezen hier, dat wie Pim Koopman.
En ja, die hiet, en dan kreeg ik altijd een blik of een goedkeuring of van nou, ik weet net, maar dan zit ergens wij hadden letterlijk een concert vanwege het was het nou 44-jarig bestaan van Kai, weet ik niet meer, in Paradiso. En daar zit een shot in. Ik docht iets wat ik kennelijk nog nooit tevoren had. En ik kreeg zo'n blik van Pim zo van mij de kop een beetje omheen van zo. Dat is mooi, want dat is interactie. Ja. En dat is het leukste van muziekmeisjes. Interactie met mij, of met die medemuzikanten, of mijn publiek. En ja, het is... Maar dan neemt ik hem het wel aan, dat ben ik van die puur zangmuzikanten. Hè? Ja, zeker. Ja. Ja. Zeker. En maar daar valt wel mee te werken? Fantastisch. Ja, dat kan ik zo perfectionistisch worden. Dat... Nou ja, en dat zijn de jongens, nou, ja, daar werk ik intussen, maar die rennen intussen zo lang mee. En die stellen hege eisen. Ja, maar ik ben zich boos tegen met zo'n cv dat ik denk, dat is... Nee, dat kon heel soepel. Ja. En ik weet nog, ik dacht op een paar albums mee. En aanvankelijk wie de composities van Ton, nou, dat wie altijd een hele soort roemte. En die hier wel sexy van, oké, dit wil ik echt wel deren. En dat kan ze zelf wat invullen en dat kan ze dit. En van Pim, dat we nood voor nood uitskreun. En die hier alles oertacht. En ja, ik kon wel het wiel opnieuw gaan nu vinden, maar het wiel zo goed. Ja, ik denk, let maar, ik dacht wel wat hij... Ja, was werd het verorien om het verorien. Om het verorien, om er zelf maar... nee, en dan moest altijd in chance denken van de song. En dat, ja, dat en, toen hebben we ook nog, dat deden we bij Nico Oudhuizen in de studio. Hebben we de ritmesectie uit mij te gaan hebben dat inspelen. Dat die, ja, Pim, die sloeg mega hard. Ongelooflijk. Die had een paar van die uitdrukkingen, dat was fantastisch. Zo, Jan, gaan we weer eens een theater 5 meter laten zakken. Ja, mooi. Heel grof. Ik kist zes hartstikke wat periodes van de opbouw hier in Liao met Gilbert en die jongens. Douwe Heringa, denk ik, ik wel ja. Bepaald voor die weg. Ja, dat kost allemaal, ben allemaal eikpunten, zeg maar. Ja, Amerika, ja, kajak, ja. Door de musical world. Ja. Had meer van die periodes hoor? Of? Nou, de in grote lijnen ben dat. Dus ik zal vast wel wat verjitten. Maar een paar was mijn sister Slets, maar dat weer meer een huurling. Dat is om het zo maar uit te drukken. Dat weer mijn jongens uit Friesland al hier. En, ja, dat weer een redelijk Friese band, hè? Dat weer een hele Friese band, ja. 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 Ja, dat weer heel leuk. Dan komt het qua werelden bij elkaar, hè? Dat ik. Maar dat het voor mij net zo heel lang. Wat ik zie toen ik nog bij een oren ben, en dat het voor mij net zo heel lang duurt. Maar ik ben Debbie Slets. Twaartrij hier vlak voor corona nog tien komen op een groot festival in België. En dat was wel leuk. Die wist het nogal alle jaren wel. En ja, hartstikke leuk. Een mooie titel. Ja. Maar ik heb me voorstellen, die zei jij, er net in je periode die eruit stekt, maar alles bij elkaar het optelt. Het is in al je puzzelstukjes. Ja, het klopt. Ja, dat klopt wel. Ja. En die bas, hè? Ja, dat bloed. En dat is altijd weer iets... Volle bas en haast. Njoggen of tien. Ja, dat is wel redelijk nog. Nou ja, het is een gereedschap. Ja. Ik moet een harde hamer en een zachte zaag en noem maar op. En een zingende zaag. Wat, natuurlijk zit er een groot verschil in. Best wel die van de elektrische bas, wist? Ja, ik speel eigenlijk wel contrabas, net zo goed. Ja, maar ik speel wel contrabas. Maar ik ben het erbij, en klassiek strikken wel, bitchy. Dat werd op een gegeven moment, toen ik in musicals ging spelen, toen werd dat vregen. We moesten soms. En ik kon dat net, dus ik ben als een gek ben gaan studeren weer. Om daar maar iets van basis in te krijgen. Ja, want het echt prachtig en simpel, maar het is volgens mij... Nou, het is een hele orde discipline. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Als het ware het instrument waarop naar uitvinden gaat, denk ik. Ja, bijna wel. Ja. De oorstand is veel, veel grutter. En nou, als striks dan... Ja, dan dat is net was het normaal gewoon best om te dwan. Hij is lang zocht om de ideale bas te vinden. Ja, die besteedt net. Nee, hè? Nee. Nee, want ik ga nog... En dat is ik weet het leuke. En dat moest nevens mij ook altijd horen. Van de bloost altijd een beetje ben. En die het naar speelgoed haar wil. En er bloost altijd iets te vinden. En het... Oeh, was dat... Want ik zit soms wel eens met... Mijn gitaarcollega bij Soldaat. Ja, hey, is dit alles schon? Is dit alles schon? Nou ja, ik krijg het wel niet zo ben. Ja, ja. En zo moet het ook blijven, vind ik. Ja. Want dat houdt ook in dat
open bist voor nieuwe klanken en voor nieuwe dingen. En er is altijd, elke dag is er iets nieuws te leren. Nog altijd. Had je een eerste baard nog? Nee, helaas. Mijn allereerste net. Nee, die hak net meer, helaas. Ik zei echt toevallig een documentaire van de week over de Rolling Stones. Ja. Keith Richards. Ja. En daar kwam hier mijn koffer aan, maar zijn eerste akoestische... Oh, prachtig. Ja. Wat er toen met die man gebeurde. Ja. En dat krijg je als je wat ouder binnen. Nou, we zijn 50, dus voor mij een beetje... Ja, dat mag voor mij wel, ja. Een beetje, hoe vroeger te beginnen, net een bot. Nee, want je moet het dwars beliep horen, vind ik. En ik merk het bij ik. Dus de Joost Wolf van Ruud. Ja. Maar we komen ook op een leeftijd, dat kan je me voorstellen. Dat denk je, ah, die eerste bas, oh, mooi verhaal. Zou dat toen gingen? Ja, ja, dat ontkomst net om. Nou ja, lekker het hier maar stellen. Vielste de ouder was in dat opzicht. Dus... Ja, ik had mijn tweede of mijn derde bas, waar ik voor het eerst mee ben begonnen op te treden, die hak nog wel. Die hak nog steeds. En die gaat ook nooit meer voort. En ja, af en toe zocht wel waarom. Ik ga een soort mij maken en dat en een soort mooie dingen mij mogen maken. En dat is de gek. En dat ben ik ook wel grutskoop. Maar... Morgen is er ook weer een dag en Joert moet ik ook weer spelen, dus Joert moet ik ook weer presteren. Wordt het steeds makkelijker om te spelen of juist net? Als de frequentie is, voor mij is zes of zo een keer in de week, soms tot acht. En ik hou daarvan. Ik vind dat prettig. Ja, daar is het nog net van dus? Nee, het is ook een soort van routine in die motoriek. Want het is een liedse motoriek wat ik doe. En ik vind dat fijn, ik vind dat prettig. Want ik ga heel. Voordat ik mijn zoon kreeg, had ik een hele soort in Amsterdam nog erbij spelen. Dan hing ik 8 shows musical dien in de weken. En dan ging ik op 9 juni van tot 4 uur vannachts nog in een club spelen. En Mondays en Tuesdays. En dan begon mijn musical week weer. Dus ik heb wel weken hoor, echt zonder oordruwen dat ik 12 keer spelen. Ja. In één weken. Doe dat nog? Nee, dat is helaas steeds minder aan de hoorn. En dat had te maken... Ja, ik ben nekheid. En dat is een hele serieuze taak. Ja. En die speelt nog in Bas Leuk Henderson? Nee. Die spelen nog in Bas. Nee. Heel veel voetballen. Heel veel voetballen, ja. Ja, ja, ja. Zoende tegen. Ja. Vreest de takkomst? Of dan steeds... Nou, straks doe ik de seks erin. En dan komen de pijntjes. Of ben je daar net zo bot mee bezig? Daar ben ik net zo bot mee bezig. Ik sport veel. Ik sport een soort. Fit? Ja, ik ben fit. Redelijk fit. En dat hoor ik. Dat vind ik echt prettig om te doen. En dat maat ik wel, denk ik, in mij. A, zijn schema. En B, Bas liet het zo simpel. Maar het is hard werken. Het is hard werken. En er staat altijd aan de basis van dingen. En zeker in pop... of rock gerelateerde muziek. Ja, een foute noot kan een gitarist, die kan er nog mij bijkomen. Maar als die fouten bij mij is, ja, dan is het zo duidelijk. Ja, dat is heel pijnlijk. Dat is heel duidelijk. Soldaat van Oranje, want dat speelt een behoorlijke rol in die leven. Ja, leven. Ja. Had ze hem zelf al eens jongen? Ja, een keer of, ja, zeker al. Een keer of 8 of 10, denk ik. Oké, okay, dat was gewoon tussen het publiek in. Nou ja, we hadden als een soort hele skoft gewoon, als een soort van kwaliteitsbewaking. Dat wij een keer hier in de sale zitten zelf. Ja. En dat is hartstikke goed om te doen. Omdat ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat benadrukt weer even, was dan aan wanbist. Ik zie mij te betinken op onderwijs hier naartoe. Van ik hier wel voorstellingen hoor dat ik de middies soldaat spelen. En jongens in moest vallen bij Lion King, bijvoorbeeld in Scheveningen. En dan zit nog een beetje in het verhaal. En dan riep Scheveningen in. En dan had links de gevangenis. En rechts de plak waar de verzetstrijders in de oorlog geëxecuteerd werden. En dat zit bij ons ook in de voorstelling. En dan zie ik wel eens dat ik echt de rillingen mij hoe de recht rinnen. Het verhaal is heel belangrijk om nog zeker te worden. Dus. Ja, vind ik wel. Ja, ja. Ja, nog dit is net zomaar een musical in nee, dat zich. Nee, en dat merkst ik aan reacties vaak van mensen die het in de ziel zitten. Ha. Zodat ik de reden was, of een van de redenen, dat die er nog steeds is? Ik denk dat het een van de redenen is, ja. Ja. Het is ongelooflijk, hè? Ja. Het gaat maar door. Het gaat maar door. Het maar terug. Ik moet rond te dwaan en we gaan weer verlengen. Ja, gelukkig wel. Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Ja. En daar zit geen sleet op bij. Wist je wel hoe vier we komen? Nee, daar zit. Ik ben buiten bassist, ik nog orkestmanager. Dus ik hou
te gaan met de musical leider. Met de maar functioneringsbeteer nou? Dat soort, Nee, dat hebben we wel eens gehoord. Maar we hadden lijntjes binnen bij ons heel kwart. En maar we hoorden de boel heel scherp. En Michiel Baanhuis, de musical director, die we hebben een hele soort peteer oren. Oké, wat goed gaat en wat net goed gaat en bla bla bla. Dus we houden de sfeerheid van het onderwerp, dat zwaagt er voor dat mat. En hij had ook als kwaliteitscontrole, hij zit regelmatig in de ziel. Ja. En dan komt er weer om mijn notes van oké, let daarop. Ja, en dat is goed. Ja. Maar grappig dus, de inhoud van het stik bepaalt ook hoe serieus je hem... In dit geval wel, ja. Ja. Zeker, ja. Ja, fascinerend. En het had ik al eerder in de buurt had het ik zich oorspielen. En dat is ook, ja, dat is heel apart af en toe als er bij mij denkt. Ja. Hoort er ook in. Ja, graag. Johnny Mitchell dus, in het Friesk. Ja, ja. Soldaat van Oranje en voor de rest. Jou is nog les? Jou op het heden geen les meer, nee. Ik ga een hele skoft nog hier hak lesjouwen aan wat een soort D-drive is in Limburg. En dat had ik mij een hele soort plezier hak dat in. En, maar dat ben ik krek vlak voor corona ben ik daarmee gestopt. En dat wie was weer. Zij zo'n shows in de week, 3 dagen lesjouwen in Heerlen. En, maar fijne scholen en een protte leuke studentenoverlevering. Sommigen ben collega's. Ik ga een van mijn invallers, dat is een ex-student van mij. Een van de drummers is ook een ex-student. Die ben daarna al eer hun eigen gang gongen. Maar die gaan we erbij hellen. Ja. En dat is mooi dat daar de ruimte voor is. Wat dan een klap is daar die hele pandemie. Ik van die vaststelling. Ja, dat weer heel onwerkelijk. Ja, bizar, hè? Want dan gongst van altijd in beweging naar in één keer stilstand. Totaal niks. Totaal heen dan niks. Want we hier op een toer zien we hier de waanzin nog. Tot morgen. En morgen weer niks. En en niemand wist ik hoe of wat. Dus dat weer ik heel... En het perspectief hier onduidelijk. Dat bedoel ik. Nou ja, dit wordt zij maar... Nee, dat weer heel... net hier op dat moment. Nee. En eerst denk ik van, ik heb een paar vrije dagen, dat is wel lekker. Maar ja, die lollen ze sneller, kan ik niet vertellen. Ga je toch spelen? Of ben je met producties bezig geweest? Is thuis aan koers bijvoorbeeld? Ik ga wel wat dingen inspelen voor oren. En de oren kant van het verhaal is de kamer van die online projecten die al hier op YouTube staan. En een daarvan is echt... Je clips, zo. Dus je ziet je meestal in beeld al je thuis. Precies dat. In de oefenrond. Ja. Ja. En daar is in mijn geval is daar weer een mooi sideproject uit ontstaan van Ruud-Jan Bos. Dat is een van de gitaristen bij Soldaat van Oranje, mijn buurman. En die schreeuwt prachtige stikken. En dat is eigenlijk tijdens de pandemie is dat ontstaan. Maar sindsdien hebben wij een paar keer de studio in West. En dat zit ook allemaal op YouTube. Mijn stikken die schreun had. En die hebben we mooi opnamen. En mooi in beeld gebracht en alles. En dat is een van mijn hobby's, zeg maar. Om te doen. Ja. Still going strong. Mooi. Man. Absoluut. Nog één plaats. Het is eindbesluit van deze halen van Noorwien. D'Angelo. Ja. Chicken Grease. Ja. Why? Ik heb 5 keer zien live. En had ik 5 van de beste concerten op me nemen die ik zien had, ben dat ze alle 5. Ja, zo verschrikkelijk indrukwekkend. Hij wie voor zover als dat zei, zes mast, mij. De nieuwe James Brown voor mij. Een band die mes kerf wie. En hij met dit album, dit komt van het album Voodoo. Ja, het is wat ze nennen Neo Soul. En dat zit zo verschrikkelijk mooi in elkaar. En ik ben hier gek op. Je bent gewoon blied van. Ik word hier hartstikke blied van. En ik ben blied dus toe, dank u wel. Ik blied om het te wijzen. Top. Because the monkey, because the...